Goedemiddag en welkom bij deze sessie. Mijn naam is uh, Willem Gielsen. Ik ben uh, programmamanager uh, digitaal bouwen en digitale gereedschappen bij, uh, bij Heimans Infra. Um, en het doet mij een deugd dat ik hier uh, vanmiddag, uh, nou ja, een kleine uh, 35 minuten, hopelijk uh, iets kan vertellen over hoe wij binnen Heimans uh, omgaan met uh, digitalisering. Um, en daarvoor heb ik een, uh, een aantal hele praktische voorbeelden uh, vanmiddag. En um, ik wil jullie meenemen eigenlijk in onze reis hoe wij als Heijmans invulling geven uh, aan eigenlijk een gezonde leefomgeving. Um, en dat doen we niet met um, um, eigenlijk allemaal hele mooie voorbeelden van waar we in de toekomst mee bezig willen zijn. Uh, maar dat doen we vooral met uh, eigenlijk wat je linksboven ziet, uh, wat we zeggen. Uh, we zijn Digitale Denkt en we, en we zeggen de Digitale D. Um, door eigenlijk te zeggen van wat hebben we eigenlijk allemaal in huis uh, of in ons netwerk wat wij eigenlijk per morgen allemaal al kunnen gebruiken. Gewoon hele uh, praktische voorbeelden um, hoe wij met nou, die digitale technieken met verslimme invulling geven aan die gezonde leefomgeving. Um, en dan uh, toch even spieken of die naar de volgende slide gaat. En dan zie ik dat we daar een klein technisch probleempje hebben. Een klein momentje, alstublieft. Als het goed is, komt er in beeld. zo een sheet en ik vertel gewoon even verder um, is dat wij als uh, ik werk voor uh, Heimans uh, Infra uh, maar Heimans is natuurlijk een heel uh, groot bedrijf uh, we hebben vastgoed en huis um, we doen een woningbouw we realiseren uh, grote kantoren uh, maar ook datacentra um, en zelf werk ik dan voor uh, Heimans uh, infrastructuur um, en als we dan kijken uh, dan, uh, dan hebben we eigenlijk een aantal, uh, nou ja, hele mooie voorbeelden. Uh, en die richten zich aan de ene kant op, uh, nou ja, hele mooie voorbeelden in onze projecten die we doen in alle nou ja, stromen van het bedrijf. Uh, maar anderzijds ook echt aan het ontwikkelen van uh, nieuwe. Producten. en bij die producten hoort ook een deel uh, digitalisering um, en tenslotte zijn we heel erg bezig met hoe kunnen wij waarde eigenlijk creëren uit alle data die wij uh, verzamelen um, dan ga ik het heel even spieken. Um, Wat er in beeld komt. Kijk eens. Daar zijn we weer beeld. En mag eens, als, kan ik ook even een klein beetje terug gaan kijken? Ja. Kijk. Dat is toch altijd spannend bij dit soort evenementen. Of de techniek uh, werkt zoals we denken dat die zou moeten werken. En. Um, als het heel even gaat. Dan ga ik nu een filmpje starten en dat is een filmpje van een collega van mij, Bart Smolders. Um, en die zal vanuit zijn perspectief eens vertellen hoe wij als vanuit Heimans aankijken tegen het verslimmen van de omgeving. Mijn ambitie en mijn droom is dat wij in Nederland al activiteiten die we buiten in de leefomgeving maken, dat we die al digitaal en virtueel gebouwd hebben voordat we buiten aan de gang gaan. Zodat we uiteindelijk die gezonde leefomgeving krijgen waarbij natuur en mens goed in balans zijn. Het grote voordeel van uh, digitaal bouwen is dat je de doorlooptijd van een heel project buiten verkort. Dat je eventuele fouten er al vroegtijdig uithaalt. Dat de faalkosten minder worden, omdat uh, de uh, fysiek buiten getest moet worden. En daarmee is ook de hinder voor de omgeving uh, veel beperkt. Veiligheid en gezondheid, daar begint het voor mij allemaal mee. Ik wil ook dat het in ons dagelijks handelen zit. En digitalisering kan een enorme versneller en ondersteuner zijn. Ja, we zijn hier in een van de landtunnels in Nederland, de Gasperlamme Tunnel. En je ziet een heleboel een brandwerende bekleding. Maar hier zit ook heel veel in wat je niet ziet. Er zitten veertig verschillende systemen in die helemaal in onderlinge samenhang werken om die doorstroming van de weggebruikers te kunnen. En ook de juiste handelingen te kunnen verrichten op het moment dat er een calamiteit is. Dan gaan we gewoon rustig verder met, de, um, met hoe wij als Heijmans uh, eigenlijk bijdragen aan die gezonde leefomgeving. We hebben daarvoor eigenlijk het begrip, uh, en dat is misschien wel wel bekend: het begrip, het begrip Smart City. En hoe wij vanuit Smart City bijdragen aan die gezonde leefomgeving. Uh, maar Smart City is natuurlijk eigenlijk een soort van, uh, nou ja, misschien een containerbegrip. Um, en uite uiteindelijk gaat het wat mij betreft om uh, eigenlijk het woord bijdragen waar de essentie in zit. Um, want de essentie is bijdragen in dat kan op een uh, manier dat wij um, wat we willen bereiken dat dat gezonder is of dat het uh, slimmer is of dat het veilig is. En ik heb een aantal voorbeelden waarin ik jullie wil meenemen hoe we dat dan doen, hoe wij uh, invulling geven aan gezonder, slimmer of veiliger. En dat is als Heimans breed zijn wij bezig uh, met dat totale nou ja, palet aan, uh, aan smart city. Um, en dat doen wij uh, bijvoorbeeld uh, in, uh, vanuit vastgoed, als het gaat om invulling geven aan de ruimtelijke ordening. Um, en de slimheid die daarin zit, is dat wij bijvoorbeeld dat steeds meer doen met uh, de mensen, de potentiële bewoners. Maar ook door bijvoorbeeld sensoren aan het fietsen te hangen om um, de kwaliteit uh, van de omgeving, de luchtkwaliteit te meten, maar ook de, de, de fietsmobiliteit te kunnen meten. Um, we doen dat door in het, um, uh, het slimmen van de gebouwen, dus het gaat om het realiseren, maar natuurlijk eigenlijk uiteindelijk om het gebruik uh, uh, van die gebouwen. Um, als het gaat om um, de woonwijken of het bedrijfterrein of de kantoren die wij uh, ontwikkelen en bouwen, dan gaat het natuurlijk ook om de infrastructuur uh, daaromheen. Dus wij proberen vanuit een integrale een, nou ja, blik op, uh, op die opgave te kijken... hoe kunnen we ook de infrastructuur die daarbij hoort uh, uh, verslimmen. Um, maar daarnaast hebben wij ook uh, um, een, nou ja, wat heet Heimans Energie. En Heimans Energie is eigenlijk uh, het energiebedrijf uh, van de gebouwde omgeving. Dus wij, kijken, wij, wij voorzien in warmte, in elektra... Uh, van die woningen, uh, van die kantoren. Um, en wij proberen daar ook um, met behulp van technieken, met behulp van data, daar een stap in te zetten. Um, en tot slot um, um, nou ja, wil ik eigenlijk benoemen dat al die afzonderlijke um, onderdelen um, natuurlijk allemaal individueel van elkaar um, uh, een stap aan het zetten zijn. Maar de kracht van Heimels zit is om dat juist bij elkaar te brengen. Om die opgaves integraal aan te pakken en niet te richten op één uh, onderdeel daarvan. Om een aantal voorbeelden te geven. Um, als je kijkt naar uh, nou ja, de, de, de wijken die wij ontwikkelen en de huizen die we bouwen. Um, dan richten wij ons op hoe kunnen we die wijk zo, zo goed mogelijk inrichten. Als het gaat om uh, invulling geven aan uh, de natuur. Maar als je op een iets kleiner niveau kijkt, dan gaat het ook over hoe kunnen we die woningen, die individuele woningen die wij bouwen, nou zo slim mogelijk maken. En niet slim om, het te, om, het slim, om een slimme woning te maken, maar slim omdat wij uiteindelijk een comfortabele woning willen realiseren. Of eigenlijk vooral voor in het gebruik van die woning. En dat betekent dat wij um, sensoren in die woningen hangen uh, en die meten um, de temperatuur... Uh, maar die meten ook uh, de luchtkwaliteit. Um, en een andere uh, invulling die wij geven is, kunnen wij bijvoorbeeld ook beveiligingstechnieken in dat huis hangen? Um, om, want uiteindelijk gaat het natuurlijk, nou ja, voelen wij als bewoners ons comfortabel uh, in dat huis? Dat, dus dat gaat over de inrichting, dat gaat over de stenen, dat gaat over de, de grootte van de ruimtes. Maar het gaat natuurlijk ook over uh, de luchtkwaliteit en de temperatuur. En zo proberen wij vanuit onze uh, expertise op het bouwen van woningen um, eigenlijk te stappen te zetten. Hoe kunnen wij eigenlijk het gebruik van die woning nog echt uh, uh, nou ja, verbeteren? Nou, een ander mooi voorbeeld, um, en dan gaan we eigenlijk van de woning gaan we naar uh, de grotere gebouwen, naar de kantoren, is dat wij met Beyond Ice uh, bezig zijn um, met... Ook weer door op basis van uh, sensoren in de kantoren uh, het vergaren van data. En daarmee kunnen wij zien of bijvoorbeeld de werkplekken bezet zijn um, of vergaderruimtes bezet zijn. Maar zeker in deze tijden gaat het natuurlijk uh, waarin we eigenlijk maar heel beperkt gebruik kunnen maken van kantoren of universiteiten of scholen. Um, dat we kunnen zien hoe die ruimtes worden gebruikt. En dat we ook kunnen aangeven uh, welke ruimtes bezet zijn of welke ruimtes niet gebruikt mogen worden. Om zo ook vanuit, nou ja, ook in deze tijden, een gewoon een hele praktische bijdrage te leveren aan hoe maken we het toch zo veilig en eigenlijk misschien wel zo, zo effectief mogelijk van de ruimte die we dan hebben. Um, en dat doen wij uh, niet alleen, dat doen we met partners. En de kracht zit er natuurlijk in, is dat wij uh, vanuit onze vakkennis over het beheer en onderhouden uh, van die kantoren, gecombineerd met de sensoren, maar ook met de data, eigenlijk die. Um, die ontsluiting van de, al die expertise um, richting onze klanten of richting de eindgebruiker gaan ontsluiten. Zodat je eigenlijk gewoon op je telefoon of bij binnenkomst van een gebouw kan zien. Hey, waar, waar in het gebouw of waar in, in mijn school, in mijn universiteit kan ik me nou het beste begeven om, uh, om daar veilig of rustig te kunnen werken. En als we dan een vertaalslag maken naar de infrastructuur, dan zien we eigenlijk. Um, daar heb ik een tweetal voorbeelden van. Hè, dan gaat het eigenlijk heel veel over veiligheid en doorstroming. Dat is waar wij als Heimans een bijdrage aan willen leveren. Um, dit is een mooi voorbeeld: dit is uh, de bike scout. En de bike scout is eigenlijk niet anders dan een slimme sensor. Je ziet hem uh, rechtsboven voor uh, de boom. Uh, en die monitort eigenlijk of er fietsers of voetgangers uh, voorbij komen. En op het moment dat die. Signaleert dat er fietsers aankomen, dan gaan die uh, lampjes eigenlijk bij die uh, haaientanden, Die gaan dan oplichten en daarmee geeft die een signaal af richting de, uh, het aankomende voertuig van let op um, er komen fietsers aan. Dus je bent als automobilist gewaarschuwd um, dat je even extra moet opletten. Um, en daarmee voorkomen wij een, uh, een heel aantal uh, ongelukken op uh, jaarbasis. En we, hebben, we kunnen onderbouwen dat we dat 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 Eigenlijk dat dat leidt tot 28% minder bijna ongevallen. En dat is een hele mooie bijdrage, omdat zowel de fietsers als de voetgangers natuurlijk hele kwetsbare uh, verkeersdeelnemers zijn. Dus dit is een hele mooie manier om um, eigenlijk met een stukje product, een data, een algoritme wat erbij hoort. Um, eigenlijk nou ja, onze leefomgeving een stuk veiliger te maken. En datzelfde doen we met. Um, de bandenspanningsmeter en wat je hier ziet is, uh, we hebben een, um, in, een, uh, in een weg hebben we een aantal uh, sensoren neergelegd en die meten de bandenspanning van alle passerende trucks. En op het moment dat een van die banden een te lage bandenspanning heeft, dan verschijnt op dat matrixbord een signaaltje met beste chauffeur, uw bandenspanning is te laag. En dat is een, een, een hele zinvolle, heel zinvol signaal, want aan de ene kant is natuurlijk, Um, een te lage bandenspanning leidt tot een extra hoog brandstofverbruik, dus in die zin dragen wij bij aan een, een duurzamere uh, omgeving. Uh, maar aan de andere kant worden ook heel veel pechgevallen en ongevallen veroorzaakt door vrachtwagens met uh, te lage bandenspanning, ofwel met uh, lekke banden of klapbanden. Um, en doordat wij ze eigenlijk nou ja, zeg maar preventief een signaaltje kunnen geven dat de bandenspanning te laag is, leveren wij zo nou ja, een, veiliger, een bijdrage aan een veilige omgeving. Nou, dat zijn een aantal hele praktische en tastbare voorbeelden die wij ook al in de praktijk hebben. Hoe wij invulling geven uh, door uh, aan de ene kant vakkennis, maar aan de andere kant ook digitalisering. Uh, en, en dus en met concrete producten aan die gezonde leefomgeving. Nou, als ik dan even een bruggetje maak, want ik, wat ik eigenlijk al noemde in al die voorbeelden is uh, de krachten uh, van data. Want dus ik heb gezegd, we hebben sensoren, die sensoren verzamelen data, Um, en die data zetten wij en die kennis zetten wij uiteindelijk in om, um, nou ja, om slimme oplossingen te verzinnen. Maar als je kijkt naar ook meer interne heimelsgericht, dan hebben we ook een aantal hele mooie voorbeelden over hoe kunnen we uh, de kracht van data inzetten. En wederom, dan is het niet zozeer, het gaat niet om data aan zich, het gaat over we willen, willen slimmer werken of we willen leuker werken, effectiever werken. Uh, maar ook we willen uh, een betere kwaliteit leveren van het werk wat we daadwerkelijk doen. Dus ik heb daar een aantal voorbeelden van. En de eerste zijn twee collega's van mij, uh, Teun Schutte en Menno van Leeuwen. Uh, de een is, richt zich vanuit zijn dagelijkse werkzaamheden vooral op asset management. en de andere is een, uh, een data scientist. En uh, ze hebben elkaar gevonden. Um, in die zin dat Teun eigenlijk een probleem had. Ik krijg heel veel uh, gegevens, heel veel documenten binnen op het moment dat ik een vraag krijg van een van mijn opdrachtgevers, en ik moet in een hele korte tijd een, uh, een aanbieding maken voor die opdrachtgever. Dus hoe zorg ik er nou voor dat ik heel snel al die in, re, informatie scan op wat is nou relevant voor deze opgave en hoe zorg ik nou dat ik tot een goede en onderscheidende aanbieding kom voor die klant? Um, en wat we daarvoor gedaan hebben, is dat Teun die kwam eigenlijk met die, uh, met die vraag, um, en die heeft gezegd: Nou ja, hoe zouden we dit kunnen oplossen? En eigenlijk was de op is de oplossing gevonden door als we nou een algoritme ontwikkelen, um, wat al die documenten geautomatiseerd kan doorzoeken, um, maar vervolgens op basis van de kenmerken van die documenten ze kan koppelen aan een geografische locatie omdat het werk van Teun heel erg veel gaat over hoe um, kan ik het areaal, en dat kan zijn een hele provincie, nou zo goed mogelijk uh, onderhouden. Dus wat zij uh, hebben bedacht is een algoritme en een tool, en die uitzicht eigenlijk gewoon in een heel uh, simpel kaartje, waarin al die documenten automatisch gekoppeld worden aan een stuk weg, aan een. Uh, aan een brug, aan een tunnel. Wat maakt dat Teun, als hij een aanbieding moet maken, gewoon eigenlijk heel snel kan kijken: oké, okay, wat is nou relevant in het areaal? En als ik iets wil weten over dat kunstwerk, nou laat ik eens even kijken welke data daar dan over beschikbaar is. Een ander mooi voorbeeld is Wilma. En Wilma is de dochter van een van onze collega's. En uh, eigenlijk was zijn probleem, hij moet heel veel berekeningen maken over. Um, ...de dijken die wij ontwerpen en die we vervolgens aanpassen... ...hoe kan ik nou het, het beste komen tot een, uh, een goed dijkontwerp? En um, voorheen was het zo dat we dan eigenlijk heel veel verschillende berekeningen maakten. Dus dat kostte hem dagen werk. En wat hij bedacht is dat als ik nou een aantal gewoon uh, basale parameters... ...over de vorm van de dijk, maar ook de grondopbouw, als ik die nou verzamel... Um, en, daar, en, en eigenlijk zeggen ik wil daar een soort van geautomatiseerde berekening voor maken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus hij heeft met een aantal uh, collega's, hebben ze eigenlijk een, een soort van dijk, dijken-app ontworpen, um, waarin zij zelf aangeven, oké, okay, dit zijn de randvoorwaarden, dit zijn de parameters, en vervolgens laten ze die app uh, met behulp van wat rekenkracht eigenlijk gewoon een heel aantal simulaties draaien. En uh, uit die simulaties komen dan een aantal aantal Um, nou ja, hele interessante alternatieven. Dus waar hij uh, voorheen heel veel zelf moest rekenen, om te kijken van hey, wat is nou het inter meest interessante alternatief? Laat hij dat eigenlijk nu door de computer doen. Um, waarmee zijn werk effectief wordt, maar vooral ook heel veel leuker, omdat zijn, zijn kennis wordt nu ingezet. Oké, okay, waar kan ik nou aan welke knop kan ik nou draaien om te kijken wat nou het beste ontwerp is? Uh, dus soms zie je dat het. Dat het ...door digitalisering niet alleen effectiever wordt, maar ook uh, leuker. Nou, een heel ander mooi voorbeeld uh, vind ik zelf is uh, uh, hoe wij eigenlijk ons vakmanschap... Uh, ...als het gaat om uh, uh, asfalt, het aanbrengen van asfalt, realiseren van nieuwe wegen, combineren met data. En het plaatje wat je hier ziet is, een, uh, een is de overlaging van de A12 uh, in de buurt van uh, Veenendaal en Ede... Um, waarbij wij een stuk uh, wegdek opnieuw hebben aangebracht. En als je uh, uh, wat beter zou kunnen inzoomen op die uh, spreidsmachines, zo noem je die grote machines die daar uh, draaien. Dan zie je dat die inmiddels zijn uitgerust met een aantal scanners. En wat die scanners doen is eigenlijk monitoren wat de kwaliteit is of de temperatuur is van het aangebrachte asfalt. En dat niet alleen. Achter die machines rijden een heel aantal walsen. En ook die walsen hebben we uitgerust met uh, gps monitoring, um, zodat we kunnen zien waar ze rijden, want het gaat over het aantal keer dat die walsen heen en weer rijden. Uh, maar ook uh, um, eigenlijk van hoe, met welke verdichting wordt dat asfalt nou aangebracht. Nou, al die data die we verzamelen um, en na zo'n dag als we asfalt hebben gedraaid, dan bekijken we die resultaten van hey, wat is nou de kwaliteit van dat aangebrachte asfalt. Zien we daar nou hele rare dingen in? En kunnen we dat eigenlijk direct terugkoppelen naar onze collega's, onze vakmannen buiten, uh, die vervolgens met iets met die kennis kunnen doen? Bijvoorbeeld, we hebben gezien um, dat een stukje asfalt net iets te koud is aangebracht. En dat komt waarschijnlijk doordat een wals iets anders heeft gedaan of dat de spreidmachine niet goed stond ingesteld. Dus door de kracht van het verzamelen van die data, maar ook het direct kunnen verwerken, zijn onze collega's buiten in staat om um, hun werk eigenlijk beter te doen. Um, maar ik zeg er ook altijd direct bij, wij zijn altijd natuurlijk direct eigen, echt afhankelijk van de, va de vakmannen uh, die buiten op die apparaten staan. Want zonder hun expertise over hoe je dat asfalt nog goed moet aanbrengen, uh, wordt die weg niet gemaakt. Maar data kan er daarin wel heel erg ondersteunend zijn om hun, nog, om hun werk nog beter te laten uitvoeren. Nou, nog een ander voorbeeld van uh, hoe wij um, data combineren en um, eigenlijk ook van nieuwe proposities is: we hebben natuurlijk in Nederland ook wel de laatste tijd te maken gehad met uh, ook afsluitingen van bruggen, uh, omdat er uh, bij inspecties of bij schouwen is geconstateerd dat er uh, gebreken zijn aan die bruggen. Um, en dat is een, uh, een probleem wat op meerdere plekken in Nederland leeft um, en wat uh, wij als Heimans hebben gedaan is we hebben een, eigenlijk een soort van monitoringskastje aangebracht. We noemen dat kunstwerkmonitoring. En uh, dat kastje hangt onder, de, onder een brug. En dat registreert eigenlijk um, hoe die brug zich gedraagt onder al die voertuigen uh, of vliegtuigen die uh, uh, nou ja, de brug of het viaduct passeren. Um, en met die verzamelde data kunnen wij uh, monitoren waar eigenlijk hoe die brug zich verdraagt, gedraagt. Um, hoe die zich veroudert en of die eigenlijk nog voldoet aan wat wij als minimum nou verwachten van zo'n brug en daarmee kunnen we eigenlijk ook monitoren of die brug nog um, in gebruik kan blijven en dat werkt natuurlijk eigenlijk twee kanten op. Is, daarmee zorgen we dat uh, dergelijke toch wel redelijk oude bruggen eigenlijk nooit buiten gebruik hoeft te nemen omdat wij kunnen signaleren wanneer er echt onderhoud nodig is en aan de andere kant is het natuurlijk heel interessant omdat Um, we eigenlijk um, effectiever on ons onderhoud kunnen gaan uitvoeren. Dus we hoeven niet meer een ingreep te doen op basis van een aanname of op basis van nou ja, een, een inspectie waaruit blijkt dat we direct iets moeten doen. Nee, we worden steeds beter in staat om um, daar veel gerichter op die momenten dat het echt nodig is om daar onderhoud uh, in te doen. Nou, dan ga ik een bruggetje maken naar, uh, eigenlijk naar onze projecten. Uh, ik heb al iets verteld over um, eigenlijk de producten in combinatie met data. Ik heb iets verteld over hoe we data inzetten, eigenlijk in alle fases van, uh, van projecten. Dus aan de ene kant van hoe maken we een aanbieding, ontwerp, uh, maar ook in onze uitvoering en vervolgens ook uh, in, het, uh, in de gebruiksfase van het kunstwerk. Ik wil nu eigenlijk even nog een paar, gewoon hele. Brede voorbeelden aanreiken van, uh, van projecten waar wij inzetten op, um, op digitalisering. En ook um, um, gaat het dan, ook, dan gaat het natuurlijk over, over BIM, GIS, um, maar het gaat eigenlijk over, nog, over heel veel meer. En ik heb daar een aantal, uh, drie voorbeelden. Misschien zijn we zijn een heel groot bedrijf, dus we hebben hele, heel veel voorbeelden. Uh, maar ik heb een, 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 een klein project, ik heb een heel groot project en ik heb een project al wat in gebruiksfase zit. En het eerste project is, um, um, wat heet het project, een maanwijk in Leusden. En dat is voor ons een eigenlijk een soort van showcase. En het is een showcase op meerdere manieren. Um, want deze wijk die wij uh, ontwikkelen... Um, daar kijken wij toch eigenlijk misschien wel met een iets andere blik naar. En namelijk, is hoe kunnen wij die toekomstige bewoners veel meer betrekken bij de inrichting van die wijk? Um, en dat doen wij door dus eigenlijk niet alleen maar op het realiseren van de woningen, maar ook hoe kunnen wij plekken creëren zodat die bewoners zich, um, elkaar gaan ontmoeten. Maar ook, als ze zich dan ontmoeten, dat dat een hele fijne groene plek is. En niet alleen een fijne en groene plek voor die bewoners, maar ook voor uh, de natuur zelf. Uh, dus we proberen daar eigenlijk een soort van um, nou ja, natuur aan toe te voegen in zo'n uh, wijk. En dat is dan op wijkniveau. En, en uh, wat we daar ook aan bij aanbieden, en ik had het al even over slimme mobiliteit, is dat wij ook uh, in, eigenlijk in dezelfde ontwikkeling zeggen wat wij ook aanbieden is gedeelde mobiliteit. Dus deelauto's, uh, op basis van, uh, van elektriciteit. Dus zo gaat onze uh, nou ja, rijkwijde veel verder dan alleen maar uh, het ontwikkelen van die wijk uh, of het bouwen van die woningen. Nee, wij zien onze opgave echt als veel breder. En het interessante daaraan is, uh, is dat we natuurlijk dan die vastgoedontwikkeling doen waar we onze rol kunnen pakken. Uh, maar ook als het gaat om de woningen die wij dan natuurlijk daar bouwen en waar we dan zeg maar ook slimheid aan toevoegen, uh, maar ook zelf de infrastructuur. Aanleggen en dat allemaal kunnen combineren om daar eigenlijk gewoon een hele prettige leefomgeving uh, voor die 120 huizen uh, te kunnen creëren. En als je dan op een iets andere schaal kijkt, dan hebben we eigenlijk hier totaal het tegenovergestelde: dit is uh, um, eigenlijk de verdubbeling van de rijbaan op Schiphol. Uh, echt een heel groot project, een heel complex project. Um, omdat wij um, uh, hier natuurlijk werken op een luchthaven die in gebruik is, uh, maar um, wat je niet ziet in het plaatje is dat hier ook nog de tunnel van ProRail onder doorloopt. En wij zijn hier eigenlijk, dus dat waar het uh, klm vliegtuig overheen rijdt, een nieuwe rijbaan aan het maken over de bestaande snelweg en dus over die tunnel. En um, Um, uiteindelijk bouwen wij uh, dat viaduct, maar dan gaat natuurlijk een heel traject aan vooraf. En wij zetten digitalisering um, hier echt op zijn volle uh, uh, kracht in. En dat betekent is dat wij um, niet alleen dat viaduct natuurlijk in 3D bouwen, maar dat we eigenlijk dat hele proces van nou ja, eerste spaar aan de grond tot aan de oplevering eigenlijk volledig simuleren. En dat doen we niet alleen met mooie plaatjes, maar dat passen we ook toe in de, bij de Collega's buiten die daar elke dag werken om te kijken: van hé, hey, wat moet ik nou deze dag of deze week doen? En kunnen we dat eerst eens simuleren en laten zien op de computer? Want de kracht van dat beeld werkt eigenlijk veel beter dan dat je naar een planningwerk uh, kijkt. Um, en zo simuleren we eigenlijk de, nou, zeg maar stap voor stap die hele bouw. En daarmee merk je eigenlijk dat je nou ja, in deze toch wel uh, hele ingewikkelde en complexe klus. Zeker binnen zo'n operationele luchthaven, um, dat project toch wel heel beheerst met behulp van uh, met BIM, maar ook met GIS, uh, maar ook met, met simulaties, gewoon heel uh, beheerst kan uitvoeren. En dan heb ik nog uh, een uh, ander voorbeeld, uh, want wij bouwen natuurlijk uh, woningen, uh, maar ook infrastructuur en ook hele grote kantoren. Um, maar wij doen ook het beheer en onderhoud, zowel de infrastructuur als uh, de gebouwen. En dit voorbeeld is, um, nou ja, in, in afkorting heet het uh, EMA, uh, ofwel European Medicine Energy, laatste tijd heel veel in het nieuws geweest. We hebben dat um, in, uh, als Heijmans in een hele korte tijd uh, mogen realiseren, maar wij doen ook uh, het beheer en onderhoud aan dit gebouw. En wat je hier ziet, dit is een heatmap van het gebouw. En dit zijn eigenlijk um, op basis van alle data die wij halen uit onze uh, beren-onderhoudsystemen. Eigenlijk een visualisatie in 3D-visualisatie, uh, gekoppeld zeg maar, aan ons BIM-model. Um, wat we vanuit de realisatie hebben gekregen. Um, hoe het staat um, in dit geval met klimaattechnische storingen. Um, en doordat wij uh, die data um, verzamelen, maar ook kunnen koppelen aan een BIM-model, ontstaat. Voor onszelf een veel beter beeld van hey, wat zien we nou over de tijd heen uh, gebeuren in dat gebouw. En, wat hebben we, en waar moeten we misschien toch wat aanpassingen doen. Maar wat je er ook mee kan laten zien is aan de gebruikers, en daar is het uiteindelijk ook om te doen. Dus hoe wordt het gebouw nou gebruikt? En waar zien we veel gebruik, waar zien we weinig gebruik en uh, moeten we wellicht nog aanpassingen doen. En zo helpt het ons als heimans, om uh, effectiever beheer en onderhoud te doen. Maar zo helpt het ook onze uh, nou ja, de gebruikers uh, van dit kantoor um, om uiteindelijk een zo'n nou ja, prettig mogelijke omgeving uh, uh, te bereiken. Nou tot slot uh, na al deze mooie voorbeelden uh, een filmpje over um, eigenlijk de makers van al deze producten um, van deze slimme toepassingen intern. Uh, maar ook van deze uh, projecten. Um, en als het goed is, staat hij dan mooi op. Een bedrijf waar je kan groeien. Waar initiatief nemen wordt gewaardeerd. En je kans. Om jezelf te ontwikkelen. Je werkt in een open tuur. Antona en Pikten. Door heel Nederland. Het uitzicht dat het hier nergens is. Een ideale plek in de stad. Een bedrijf dat voor iedereen iets bijdraagt aan de maatschappij. Een bedrijf van makers. Maker van een gezonde leefomgeving. We hebben hier 52.000 plantjes in die groene wand zitten. Een bedrijf waar je het en verliest. Met elkaar. Ook als het tegen zit. Het is een feit dat grondstoffen opraken. Dus dat betekent. Kijk eens, ik geloof dat het filmpje niet helemaal tot het eind is afgelopen, maar um, um, de boodschappen is er niet andersom. Dus uh, um, ikzelf, maar ook al mijn collega's um, um, dragen elke dag weer bij um, aan die gezonde leefomgeving. En wij, daarom uh, noemen wij ons ook al echt de makers met een geel hart en voor die gezonde leefomgeving. Um, en als ik dan kijk uh, uh, naar mijn eigen rol binnen Heijmans, maar ook naar de, uh, naar de collega's. Um, um, dan vind ik het persoonlijk heel leuk om elke dag met, uh, met die digitale transformatie uh, bezig te zijn. Um, die natuurlijk altijd, zoals ik al noemde, eigenlijk ingaat op zowel dat vakmanschap van die collega's. Um, maar ook met uh, eigenlijk de nieuwe competenties uh, die wij in huis hebben. Um, en dat gaat om uh, de data scientists of uh, de data engineers, product owners, software developers, uh, systeemarchitecten. Maar wat ik persoonlijk ook heel leuk vind om te zien is eigenlijk um, nou ja, alle nieuwe collega's die met eigenlijk met hele frisse ideeën, met nieuwe ideeën um, en ook eigenlijk niet anders weten dan hoe kunnen wij digitale technieken inzetten. Um, eigenlijk in een, een hele korte tijd een hele waardevolle uh, bijdrage kunnen leveren uh, uh, aan Heimans en uh, ik zie daar hele leuke combinaties ontstaan tussen enerzijds de jonge collega's met hele leuke digitale ideeën, maar anderzijds ook de, de wat meer ervaren, vakvolwassen collega's. Uh, die dat meteen proberen te vertalen van hoe kunnen we het dan dat dan zo goed mogelijk uh, inzetten. En in die zin is uh, uh, Heimans een, uh, een bedrijf wat heel veel ruimte geeft, uh, waar heel, heel veel ambitie uh, in zit. Uh, we hebben zelf ook een hele grote ambitie hè, en dat gaat natuurlijk echt over invulling geven aan die, uh, aan die gezonde leefomgeving. Uh, en ik zeg altijd wel bij: uh, nou, je, je, je bewandelt je eigen pad. Dat kan binnen Heimans. Ik heb zelf aan de infra, werk nu aan de infra-kant, maar ik heb ook een tijd aan de utilitaire kant gewerkt. Um, ik ben nu programmamanager, maar ik heb hiervoor altijd ook in de projecten gezeten. Dus je bewandelt je eigen pad. Um, als je ideeën hebt over digitalisering, dan is daar over het algemeen ook heel veel ruimte voor. Um, dus ik wil jullie ook van harte uitnodigen om uh, met Heimans uh, kennis uh, te maken. Uh, en eigenlijk de vraag, waar ga je zelf mee uh, aan de slag? Nou, dan ben ik hiermee aan het eind uh, gekomen van uh, mijn presentatie. En ik zie dat we ongeveer nog negen minuten hebben. Um, en ik hoop eigenlijk dat er nog heel veel interessante uh, vragen zijn waarmee ik uh, een antwoord op kan geven. En dan heb ik hier. Wel een iPad, maar geen vragen. Um, dan ga ik nog één puntje toelichten en kijken of er in de tussentijd wellicht nog vragen zijn vanuit het, uh, vanuit het publiek. Um, en dat is namelijk uh, toch misschien een beetje om jullie mee te nemen in. Nou ja, waar, hoe ik zelf eigenlijk invulling geef aan mijn rol als, uh, als programmamanager. Um, misschien wel aardig om te vertellen dat ik van oorsprong um, civiel tegneut ben. Um, en um, eigenlijk in het begin van mijn carrière heb gewerkt bij, uh, bij ProRail en, en bij Rode Haskoning En vervolgens bij een bouwbedrijf terecht ben gekomen. Eigenlijk niet had verwacht dat ik uh, goed zou passen bij een bouwbedrijf. Um, maar inmiddels eigenlijk al 15 jaar voor, uh, voor bouwbedrijven werk, um, Heimans als hele prettige werkgever ervaar. Um, maar ook altijd heb ervaren dat er heel veel kansen liggen uh, in de bouw. Um, en zoals genoemd, zit dat dan op het snijvlak van uh, nou ja, uh, onderdelen die jullie misschien in jullie studie hebben meegekregen. als het gaat om 3D-ontwerpen, het eigen maken van softwarepakketten of misschien ook wel uh, zelf al echt programmeren, um, maar ook misschien wel gecombineerd met een stukje, nou ja, gewoon elektrotechnische uh, of GWW uh, vakkennis. Um, en je ziet eigenlijk, en dat vind ik altijd wel mooi om te zien, is dat, dat je al die verschillende expertises bij elkaar brengt, dat je tot hele mooie, uh, ja, tot hele mooie dingen kan komen, tot hele mooie nieuwe oplossingen. Um, en zo heb ik eigenlijk dat zelf ook altijd ervaren. Ik heb weliswaar altijd eigenlijk een soort van een rol gespeeld, vooral in de projecten. Uh, maar dat ik eigenlijk ook altijd in die projecten wel zag dat wij um, nou ja, met behulp van um, over het algemeen wat jongere collega's eigenlijk ook wel heel snel nieuwe digitale technieken uh, in zouden kunnen zetten. Uh, en in die zin is denk ik uh, de bouwsector. Uh, maar ook uh, uh, Heimans een, uh, nou een hele mooie omgeving, waar eigenlijk nu heel veel gebeurt uh, op het gebied van digitalisering. En het mooie uh, eigenlijk vind ik aan de bouwsector is, is dat het uiteindelijk altijd hele um, nou ja, tastbare um, um, objecten of producten zijn die je leeft. Dus in de voorbeelden die ik liet zien, het gaat altijd om, uh, om een woning. Uh, of om een nieuwe snelweg, of een nieuwe, een nieuwe brug. Um, of om een middenspanningsinstallatie. En hoewel ik het echt het verreweg het grootste deel van mijn tijd op uh, kantoor rondbreng, uh, maak ik natuurlijk ook veelvuldig gebruik, veelvuldig gebruik van onze eigen gebouwen, onze eigen infrastructuur. Dus ik kan er altijd met enige trots overheen rijden. Uh, maar het mooiste vind ik ook wel dat ik toch wel met enige regelmaat ook daadwerkelijk in die. Op die bouwplaats of in dat in gebruik zijnde gebouw mag, uh, mag rondlopen. Um, en dan ook niet alleen kan zien van wat wij maken uh, en hoe wij bijdragen aan die gezonde leefomgeving, uh, maar ook hoe wij daarin elke keer toch wel weer een kleine stapjes zetten om, om eigenlijk elke dag of elke volgende dag toch wel weer uh, onze wereld een stukje verder te digitaliseren. Een stukje verder te automatiseren uh, en een stukje intelligenter te maken, um, ik wilde het hierbij laten. Ik, heb, uh, ik hoop uh, um, dat ik jullie uh, nou ja, heb kunnen meenemen in onze reis hoe wij hebben invulling geven aan de gezonde leefomgeving. Uh, mochten jullie nog vragen hebben, dan uh, kunnen jullie mij uh, benaderen. Uh, uh, via LinkedIn. Uh, en, uh, dat kan zijn over de rol die wij als Heimans hebben. Of om eens mee te denken over uh, uh, afstudeermogelijkheden of stagemogelijke. Of, uh, of andere carrièreoverwegingen. Uh, Dan nodig ik jullie van harte uit. En ik wens jullie nog heel veel plezier. Verder vanmiddag. Uh, en misschien uh, spreken we elkaar weer. Dank jullie wel.